Ik weet het eigenlijk nou niet zo goed meer. Als ik het allemaal weer eens hoor, klinkt het mij eigenlijk als alleenstaande vrouw allemaal aantrekkelijk in de oren. Ze schijnen allemaal erg daadkrachtig te zijn. Edwin, aan jou de keus. Nummer 2. Kandidaat nummer 2, dames en heren, is het geworden. Maar natuurlijk, dames en heren, krijgen wij nu eerst eventjes door beestje Freek aan ons aangereikt voor het balkon te tonen en te zien. De afgewezen kandidaten, de heerlijke brokken stukken vlees die Edwin verkozen heeft, naar huis te sturen. Dom, 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 dom. Kandidaat nummer 1. Oh. En dat heb jij besloten naar huis te sturen. Hoe kom je daar nou toch bij, Edwin? Ja, ik zag dat koude water en dat ijs niet zo zitten eigenlijk. Maar nou hij me zo helemaal gewoon zo gezellig ziet, wat denk je dat nog steeds daar al zo over? Nou, het ziet er niet slecht uit. Nou, je hebt misschien nog een kans voor een one-night stand later in de maand. En natuurlijk gaat deze kandidaat nu op stap met een cadeautje van Viola. Voilà! Beestje Freek, welke kandidaat heeft Edwin nog meer besloten af te wijzen? Wij zijn erg nieuwsgierig wat daar nog uit het hekje komt geschoven. Kandidaat nummer 3. Oh, kijk nou toch. Wat een beest. Wat vind je ervan, Edwin? Een beest. Het is een beest. En jij houdt niet van beesten? Soms. Soms wel, maar niet voor het eeuwige leven. Het is jammer, Kameran. Ik ben bang dat Kameran vanavond weer alleen naar huis gaat. Tenzij er nog iemand in de zaal aanwezig is die hem en zijn cadeautje door Viola voilà uitgereikt mee naar huis wil nemen. Hartelijk dank en een warm applaus voor Kameran. En dan zijn wij nu, dames en heren, gekomen aan het moment van de onthulling van door de Edwin gekozen kandidaat. Om de spanning er nog een beetje in te houden, gaat beestje Freek nu eerst even een gordijntje laten zakken voor de gekozen kandidaat, terwijl ik met Edwin van mijn balkonnetje naar beneden kom. Kom je mee, Edwin? Ga jij voor? Pas je op het afstapje, liefje, want het schijnt vreselijk gevaarlijk te zijn. Tja, daar staan we dan, Edwin. En wij weten allemaal hier in de zaal, en de mensen thuis, en ik, hoe het hij eruit ziet, maar jij nog niet. Hoe denk je dat hij eruit ziet? Ik kan geen beeld voor me halen. Gewoon, ik zie het wel. Je ziet het wel, nou dan hebben wij er toevallig helemaal geen genoegen mee. Is die groot of is die klein? Ik denk dat hij vrij groot is. Vrij groot. Is die blond? Is die donker? Donkerblond. Donkerblond en vrij groot. Is die stevig? Is die gespierd of is het scharminkeltje? Ik hoop geen scharminkeltje. En ik hou ook niet van dik, dus dan laten we het maar op gespierd houden dan. Een gespierd, donkerblond en vrij groot. Nou, wij hopen dat Edwin het vanavond juist getroffen heeft, want Freekje gaat er nu even helpen met de onthulling van de door hem gekozen kandidaat. Mag ik een warm applaus voor de onthulling? Gevonden. En in mijn ervaring als koppelaarster is dat een goed teken. Wanneer de beide heren elkaar meteen gaan kussen, dan kan het eigenlijk niet zoveel meer fout gaan. Is mijn ervaring. Ik moet zeggen, het is persoonlijk. Wat vind je van hem? Lijkt hij een beetje op wat je had gedacht? Ja, hij is wat kleiner.
Hij is te klein, dus hij zou eigenlijk hoge hakken aan moeten, begrijp ik. En wat vind jij van Edwin? Ik dacht dat het een donkere jongen was. Voor de rest, ja, prima. Misschien is het wel peroxide, weet jij veel. Dames en heren, deze beide jongens gaan ons nu verlaten. Zij gaan een romantische maand doorbrengen en komen de volgende uitzending terug om te vertellen hoe het hun vergaan is. En natuurlijk, dames en heren, laten wij hun niet met lege handen vertrekken. Want, Patrick, wat nemen zij mede? Helen, ik hoop dat zij niet overboord slaan, want zij gaan internationaal dobberen in een Hollands bootje en daarna overheerlijk dineren in de hemelse modder. Helen, als dit niet wordt... Dan weet ik het ook niet meer, Patrick. We hebben achter ons best gedaan. Beestje Freekje, ik zou je willen verzoeken om deze twee beide jongens die zo fris aan elkaar zijn voorgesteld te begeleiden de directe weg naar hun liefdesponden. En dan zien wij jullie volgende maand terug. Hartelijk welkom en applaus! Hiermee, dames en heren, zijn wij aan het einde gekomen van onze eerste spelronde. Wij gaan nu over tot het uitzenden van een leuk safe sex filmpje. En ik zie jullie zo weer terug. Dag! Date me. So benutzt man den Kondom.